Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier vandaag in het hartje Breda, de Vismarkt, bij de Novo, waar de start van de inschrijving van alweer de 30ste jubileumeditie van de Bredase Singeloop plaatsvindt. Hier komen vandaag alle sponsoren bijeen, samen ook met de nieuwe burgemeester Dupla. En wij gaan eens even kijken wat hier vandaag te beleven valt. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be... Blij dat ik deel kan nemen aan de leukste loop van Nederland, heeft iedereen mij gezegd. Iedereen heeft zo zijn eigen loop, hè, zou ik kunnen zeggen. En Breda en de singeloop is natuurlijk echt bekend vanwege het vele muziek, de allerlei, laat ik zeggen, gezelligheid langs het parcours. Waardoor op een gegeven moment volgens mij iedereen met heel veel plezier naar Breda kan. En het mooie is dat de loop natuurlijk ook prima past bij de stad die we wel uitstralen. Namelijk de gezelligste stad van Nederland krijgt ook de gezelligste loop van Nederland. Wat speelt er nou allemaal in jouw gedachtes bij de Bredase Singeloop? Goh, dat is een heleboel natuurlijk. Dat is het loopfeest van Breda. Dat is 17.000 deelnemers zo'n beetje. En daarnaast nog eens 80.000 man in de stad. Het is al de 30ste editie alweer die eraan gaat komen. Er zijn best wel wat dingen veranderd ook met de jaren door. Het wordt alsmaar groter en groter. Hoe ziet u de toekomst van de Bredase Singeloop voor u? Ja, nou ja goed, als je ziet, de laatste 5 jaar is er natuurlijk een enorme sprong gemaakt. Hij blijft zich gewoon fantastisch doorontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat er natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk wel iets aan de capaciteitsgrens zit. Maar ja, dat hebben ze volgens mij heel goed in de hand. Gefeliciteerd met het winnen van het jubileumontwerp. Ja, dankjewel. Ik vraag mezelf af, ja, wat heeft je allemaal geïnspireerd bij dit shirt? Ja, ik ben zelf wel een verwend hardloper. Tenminste, verwend. Oké. Okay. Ja, ik vind het leuk om hard te lopen. En Breda's singeloop is eigenlijk altijd wel een loop die ik graag wil lopen. Dus dat is altijd hoog in mijn agenda. Eigenlijk ben ik geïnspireerd door mijn oom. Die loopt eigenlijk al 25, 26 jaar mee, heel lang in ieder geval. En sinds hij loopt en ik loop ook graag de singeloop. Ja, en zodoende loop ik nu 2 jaar de singeloop. Oké, okay, nou dat is natuurlijk een top inspiratie, hè, om tot zo'n ontwerp te komen. Ja, ja. Welke punten vond jij nou zelf hier belangrijk in? Ja, Breda, wat staat ervoor? Hardlopen natuurlijk, hardlopen, dus de schoen. En ja, Breda moet er wel in thuis komen, dus ik heb ook de markt erin verwerkt. Dat was wel een hele leuke middag, zullen we zeggen. We zijn hier vandaag met alle sponsoren en alle betrokken personen van de Bredase Singeloop bijeen geweest. En ja, we kijken allemaal met smart uit naar 4 oktober, zondag 4 oktober. Dan vindt de 30ste jubileumeditie van de Bredase Singeloop plaats. En wij hopen jullie daar allemaal te mogen verwelkomen. Dus hopelijk tot ziens bij het fantastische evenement.